Koningin Christina was niet bepaald moeders mooiste, maar haar bijzondere persoonlijkheid en levensloop heeft inspiratie gegeven tot tal van boeken en films. Omdat ze weigerde om te trouwen, deed ze toen ze 27 jaar oud was afstand van de Zweedse troon. En daarna reisde ze als koningin zonder land langs de rich and famous van Europa. Christina had verhoudingen met mannen en vrouwen, liet haar vijanden koelbloedig ombrengen, smeet met geld en liet zich vaak schilderen. Haar eigen favoriete afbeelding hangt nu in het Prado Museum in Madrid en daarop staat ze als ruiter afgebeeld, gekleed voor de jacht. Tot het einde van haar leven hing dit schilderij in haar slaapkamer. Ze kreeg een praalgraf in de Sint-Pieter in Rome. Dit portret maakte Justus van Egmond, een leerling van Rubens, in 1654 in Antwerpen. Christina wordt hier afgebeeld als Diana, de godin van de jacht, met de gebruikelijke attributen van deze godin. De speer en de jachthond. De lauwerkrans in haar hand kan een verwijzing zijn naar haar rechten op de troon die zij, in haar ogen, nog steeds bezat, ook al had ze geen land meer om te regeren. Hoe dit schilderij in Brielle terecht is gekomen is een raadsel. We weten wel dat het in de 18e eeuw in handen is gekomen van Hendrik van Kruinen, een Brielse notaris die ook deel uitmaakte van het stadsbestuur. Kruinen was ook eigenaar van de bierbrouwerij Het Gekroonde Hart aan het Scharloo. In het woonhuis liet hij het schilderij boven de schouw plaatsen. Met zijn vrouw en kinderen zal hij er met trots naar hebben gekeken. En bovendien zal het ook een statussymbool zijn geweest voor zijn talrijke relaties. Het is niet duidelijk wie van de nakomelingen van Hendrik de aanblik van Christina niet langer kon verdragen, maar op een gegeven moment is zij letterlijk achter het behang geplakt en vergeten. Bij toeval werd het schilderij in 1890 achter lage behang ontdekt door de toenmalige eigenaar van het pand. En aan het eind van de vorige eeuw schonken zijn erfgenamen het schilderij aan het museum. Daar is het na een grondige restauratie sinds 1999 te zien. Het schilderij is gelukkig op tijd gered, want het historische pand aan het Scharloo, waar het vandaan kwam, is helaas in 2008 ingestort. Meer informatie over Christina van Zweden en over de brouwerij Het Gekroonde Hart is te vinden in de Brielse Mare, een uitgave van de historische vereniging De Brielse Maasmond, en in de brochure Topstukken, verkrijgbaar in het museum. Graag tot ziens!